zijn Anne en Puk. Ja, van de Kook Fris Chicks. Van Kook TV. En vandaag staat de dag in het teken van l'amour. Ja, Anne, ben jij nog een beetje verliefd? Ja, natuurlijk. Nou, ik zit al 4 jaar in de sleur. Echt? Ja, love you. Love you. Wie er ook niet in de sleur zit, is Niek en Marit. Zij hebben namelijk al 2 jaar een relatie en wij hebben ze met heel veel moeite naar deze brasserie gedokt. Ze weten helemaal niet wat ze vandaag gaan doen. Ze zijn gewoon hier naartoe gekomen. Maar wij hebben echt de ultieme date dag georganiseerd. Maar ze moeten zich natuurlijk wel een beetje bewijzen, hè? Want ja, niet iedereen die kan zomaar met de Kook Fris Chicks mee. Nee. Dus we gaan een relatietest doen en als ze die doorstaan, dan nemen wij ze mee op de allerbeste en gaafste date ever. Nou, kom maar. Oké, ze zitten binnen, de troetelduifjes. We hebben muziek van de Fris Chicks. Coke Zone 2019. Hebben wij al binnen. Daar zitten ze. Vet verliefde handjes vast en zo. Oké, gaan zitten. Ik zit een beetje op zo'n Fris Chicks 2019 naar je. Wakeboard voor het eerst. Oh yeah. Marit. Marit en Niek. Wij zijn de Kook Fris Chicks. En wij hebben vernomen dat jullie al 2 jaar verliefd zijn. Zwaar verliefd zijn. Oh, Niek en Marit. Val jij nou op de oudere vrouwen of wat is dat? Ja, jij op de toyboy. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet eigenlijk? Nou, een vriendin van ons gaf een huisfeestje in de zomer. Ik wist wel dat ze altijd hele knappe vrienden en zo had. En toen dacht hij wel dat hij mij even kon regelen, zeg maar. Maar dat is toen niet gebeurd. En toen later kwam ik hem weer tegen. Toen dacht ik, nou eigenlijk is die toch wel leuk. En jij hebt gewoon voet bij stuk gehouden. Ja, ik ga er door voor. Nee, ze is niet te maken. Wat we gaan doen is, wij gaan natuurlijk eerst jullie relatie op de proef stellen. Okay. En als jullie elkaar echt door en door kennen, dan nemen wij jullie mee op een hele vet, coole, gave date. Welkom bij de ultieme Kook Fris Chicks relatietest. Wat is de favoriete muzieksmaak van je vriendin? John Mayer of zo. John Mayer, we gaan kijken of het klopt. Nederlandse rap. Yeah. Vraag 2, wat is de geboortedatum van je vriendin? 12 november 1999. Nee, nee, nee. Wat is de favoriete film van je vriendin? Harry Potter. Dear John. Oh! Jongens, kennen jullie elkaar überhaupt? Ja. Volgende vraag. Welke kleur ogen heeft je vriendin? Nou. En het is goed! Ja, Marit, je moet het wel echt veel beter doen dan je vriend, want anders mogen jullie niet mee. Nee. Vraag nummer 1. Wie heeft de broek aan in de relatie? Ik denk ik, maar ik denk dat hij denkt, dus ik zeg hij. Heel slim. Ja. Zeg Nick. Wie heeft de broek aan in jullie relatie? Ik. Hey! Wat was de eerste indruk die jullie van elkaar hadden? Oh, hij vond het onmannelijk. Hallo Nick. Beetje onzeker meisje. Jij hebt gezegd dat je haar op een man bent lijken. Oh. Nou, vooruit, je krijgt nog een kans. Waar is je vriend bang voor? Echt voor hem bijna niks. Ja, als hij niet bang is, is hij niet bang, hè? 3, 2, 1. Nergens. Nergens? Nee. Dat betekent dat jullie geslaagd zijn! Nee! En we beginnen met het leukste. Ja, we gaan namelijk vintage kleren uitzoeken voor elkaar. Ja, en dat is dan nog niet alles, nee, want buiten alles. Dat jullie een outfit voor elkaar gaan uitzoeken, gaan we ook even testen hoe jullie elkaar over, pak een beet, 40, 50 jaar zien. Ja, en dat gaan we natuurlijk niet alleen doen, want wij hebben geen stijl. We hebben namelijk een geweldige styliste. Hey! Ben jij ook te koop zo? Ik wil je naam. Evela, ga jij dan met Marit mee? Ja. En dan gaan wij jou lekker helpen. Kom maar mee, wees maar niet bang. Ja, Niek, waar zie jij jouw vrouw later in? Ik weet wel dat ze van kleur lijkt. Dat is wel leuk. Niks meer aan doen. Maar dit is het niet. Zo, nou, ik heb heel wat gewonnen voor je. Shirts, een polootje. Ik denk dat zwart beter is. Zwart is beter.
vraag me wel heel erg af wat hij voor mij heeft gekozen. Even kijken. Als je hier een knoopje in legt. Ja, het is te doen. Niet jongens, ik heb even Evelijn erbij geroepen. Oh. Hij weet niet zo goed wat hij wil. Ja, nou, weet je wat? Dan laten we jullie even liggen alleen. Dan kunnen jullie even helemaal je ding doen. Yes. En dan gaan wij even zelf shoppen. Komt goed. Mooi gewoon schrijven. Zo. Gaat goed hier. Ja. Zeg, hebben jullie al iets uitgekozen? Yes. Yes. Nou, dan gaan we door naar het grote pasmoment. Alsjeblieft. En eerlijk zijn, Aniek? Ja, dat ga ik doen. Ja, je moet altijd eerlijk zijn in een relatie. Het moment van de waarheid. Jouw vriend over 60 jaar. Komt ie maar. Ik vind het afschuwelijk. Wat zal ik ervan zeggen? Tijd voor revenge. Ja. Voor je toch? Ik vind dit wel vet. Ik vind het super cool. Maar ik vind het helemaal niet oma. Ik vind die oma. Nee. Ik vind het een standaard hipster meisje uit Amsterdam. Rocket, echt. Ja. Als dit mijn toekomstige vrouw was, dan zou ik er akkoord mee zijn. Oh. Oh ja, dat heeft hij lekker onder de knie, dat zie ik al. Ja, ja, weet je wat? Dit vonden jullie leuk, maar het is natuurlijk, we hebben nog veel meer in petto. Ja. Een super vette nieuwe date. Let's go. Hoi! Hey, we zijn gearriveerd op de date. Nog steeds verliefd? Ja. Met dit weer? Wij, Cupido's, gaan jullie meenemen naar een hele spannende date. Jullie gaan bungee jumpen! We hebben natuurlijk geregeld op deze dag van de liefde dat jullie aan elkaar verbonden worden, nog meer dan jullie al zijn. En samen, ja, het gat in moet springen. Hebben jullie een beetje zin in? Ja, nog niet. Spanning. We hebben nu al één ding besloten. Puk gaat mee het bakje in. Ik blijf lekker hier op de grond staan bij deze leuke surfdudes. Ja hoor, je. Dat karretje en dat bakje gaat dus echt letterlijk van links naar rechts, hè? Heel hard. Nu ben je wel jaloers zeker, Anne? Ik ben echt mega jaloers. Zijn jullie zenuwachtig? Ik denk het wel. Love you! Love you! Zeg nog, geef nog één kus aan elkaar. Ik ben zo bang en zij zijn gewoon gesprongen. Oh ja, daar zijn ze. Kijk nou. Ja, laat elastiek maar rustig zakken. Oh, wat zo goed. Je hebt het wel gedaan. Anne, ik ben hier. Puk, waarom bleef je nou erop staan? Je zou ook springen. Ja, de grootste held van vandaag. En hoe vond het echt? Super vet. Ja. Ik vond het echt fucking cool. Oh jongens, jullie gaan er. Nee, ik weet niet. Ik kon niet meer beginnen ofzo. Die verliefdheid toen jullie elkaar voor de eerste keer zagen, die voelde je niet meer toen je eraf sprong, ja. Niet normaal. We gaan naar de volgende date. We gaan even de warmte opzoeken, ja? Ja. Het is net een trouwring. Oh mijn god. We zijn er. Ja. De laatste date. Allerlaatste verrassing van de dag. Dus ja, bij deze verrassing hebben we gedacht om even lekker op te warmen. Ja, Ans? En hoe doe je dat nou beter dan in een hot tub? Romantisch! En er is warm water, lekker opwarmen in de frisse lucht. Wat wil je nog meer? Met het heerlijke weer. Met dit heerlijke weer. Met het bier, alsjeblieft. In één regel, handjes boven de. Ja. Kapiteintje, ik zou zeggen neem plaats. Neem plaats. Verliefd, oh zo verliefd, in de lucht of op zee. Verliefd, oh zo verliefd, oh een jaartje of twee. En samen. Op deze mooie dag nemen de fish chicks jullie mee. Want verliefd geef nog één kus aan elkaar. Zo verliefd. Maak je zelden zo mee. Veel plezier! Doei!
eind en zo ook aan de liefde. Nee, aan het item. Aan het item. Oh, te gekkie. Vond je dit nou een leuk filmpje? Laat het even weten in de comments. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Ja, te liken, share. Zeg even in de comments een keer wat je van Anne vindt. Of van mij. Kom, wij gaan naar onze mannen, want ja, wij zijn ook helemaal verliefd geworden. Verliefd geworden. Oh, je ukulele.